18 maart 1871 namelijk. De dag dat de bevolking van Parijs in opstand kwam en de macht overnam. De start van de zogenoemde Commune van Parijs. Aan tafel historicus Dennis Bos, van wiens hand het boek Bloed en Barricade sinds gisteren volgens mij in de boekwinkel ligt. En dat boek gaat over de herinnering aan die commune. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt, hè? 18 maart was echt een begrip. Ja, en wat je zegt, wereldwijd. Het is de eerste socialistische feestdag, ouder dan 1 mei. En ook al heel snel wereldwijd gevierd of herdacht. Ja, nou zegt het ons hier in Nederland niets meer. Zijn er nog plekjes op de wereld waar dit gevierd wordt? Ja. Met name eens. Parijs. Parijs wordt nog jaarlijks door zeg maar, de restanten van de linkse beweging... van Stalinisten, Maoïsten tot anarchisten... wordt jaarlijks nog vier herdacht. Die doen dat toch niet samen, mag ik aanhebben? Nee. Die doen dat wel netjes gescheiden. Ja. Goed, nou, we gaan het straks verder hebben over de manier... waarop die herinnering levend werd gehouden... en over de mythevorming rond die commune. En dat doen we na 10:30 naar de column van Nelleke Noordervliet. Oké, goed. Nou, maar dinsdag is het dus 18 maart. En die dag in 1871 in Parijs brak toen een opstand uit... die een 72 dagen lang had de bevolking die in opstand was gekomen het voor het zeggen. De Commune van Parijs is meer dan een historische gebeurtenis. Het wordt ook wel als keerpunt in de geschiedenis gezien. Het is een legende die ook weer een reeks legendarische figuren heeft opgeleverd. Het is ook de gebeurtenis die Karl Marx van een vrij onbekende schrijfkamersocialist tot voorman van de Internationale maakte. Maar tegenwoordig is het ook weer grotendeels vergeten allemaal, die legende. En ook veel van die figuren erbij. De naam Marx kennen we uiteraard nog wel. Maar wie weet nog wie Dombrowski is of Louise Michel. Dennis Bos, voor we het over die herdenking en legendevorming gaan hebben... kan je nog even heel kort zeggen, die 72 dagen, die commune... schets nog even de gebeurtenissen in heel grote lijnen. Het is eigenlijk een conflict tussen de stad Parijs en de Franse staat. Het komt voort uit de Frans-Duitse oorlog... waarin in de winter van 1870 op 71 Parijs omsingeld is geweest... op zichzelf is aangewezen. De regering is dan buiten Parijs. En die twee... politieke eenheden die bewegen uit elkaar, zeg maar, gaan elkaar ook wantrouwen. Dat wantrouwen wordt wederzijds heel erg diep. De regering is rechts, Parijs is links. En dat komt op 18 maart tot een botsing, een stoeipartijtje op Montmartre over een stel kanonnen die daar staan. De bevolking zegt die zijn van ons. De regering zegt nou, het lijkt ons veiliger als we die kanonnen zelf beheren. En daaruit ontstaat een opstootje. Waarbij twee generaals worden doodgeschoten door de buurtbewoners van Montmartre... of eigenlijk door hun eigen soldaten. En dan vertrekt de regering definitief uit de stad. En is Parijs aan zichzelf overgeleverd. Ja. En dat gaat 72 dagen goed. Ondertussen verzamelt de staat natuurlijk zijn legers buiten Parijs. Een nieuwe omsingeling. En in de laatste week van mei 1871 komt het leger terug... en wordt die commune verslagen. Ja, en dat is nogal bloedig gebeurd. Dat is uiterst bloedig. Dat is wel een politieke genocide genoemd. Daar worden in 1 week tijd 20.000 Parijzenaars vermoord. De meeste niet op de barricade, maar voor het vuurpeloton. En dat hakt er echt heel erg. Voor duidelijkheid, ik hoor je zeggen... de regering trekt zich terug en Parijs is aan zichzelf overgeleverd. Daarmee heb je nog geen commune, zou ik zeggen. En daarmee heb je nog geen arbeiders zelfbestuur... als dat al het juiste woord is in dit verband. Dus die bevolking is, dankzij dat Pruisisch beleg... georganiseerd in een nationale garde. Dus militaire eenheden van grotendeels van arbeiders. En die oefenen de macht uit. En die, als die op 18 maart het staatsgezag uitoefenen... dan roepen ze ook meteen op tot verkiezingen. En 10 dagen later zijn de verkiezingen al achter de rug. Wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dus we hebben over lokale verkiezingen. Dit was een hele mooie. Dus daar wordt in het Hotel de Ville, in het stadhuis... worden 90 revolutionaire raadsleden geïnstalleerd. En dat is de commune, de gemeenteraad van Parijs. Ja, en jij hebt nu een boek van ruim 700 pagina's geschreven... over hoe die gebeurtenissen voortgeleefd zijn... hoe ze gebruikt zijn, ook misbruikt zijn door groeperingen. Was het niet heel moeilijk om mythe en werkelijkheid uit elkaar te houden? Nee, dat was wel de uitdaging natuurlijk. Ja. Het boek gaat dus feitelijk niet over de commune, maar juist over die mythe. Ja. En die mythe wordt des te interessanter... wanneer je kunt laten zien hoe die zich loszinkt van de werkelijkheid. Ja. Waar de verschillen liggen en waar je die verschillen uit kunt verklaren. Waarom bepaalde dingen worden bedacht, waarom bepaalde dingen niet worden naverteld. Ja, maar dingen worden al bedacht, begrijp ik uit je boek... terwijl die commune eigenlijk nog bezig is. Ja. Hè? Dus de mythe ontstaat al op het moment dat het gebeurt. Ja, dat is prachtig. En dat gebeurt ook internationaal. Het is ook echt een media-event. Dit is
in de hele wereld voorpagina nieuws. Dat nieuws gaat ook razendsnel, hè, dankzij die telegraafkabels over de Atlantische Oceaan. Iedereen weet een dag later wat er in Parijs gebeurt. En die mythevorming ontstaat inderdaad, het is meteen een wereldwijd verschijnsel. Maar komt dat ook omdat dit de schrik is? Dit is de schrik van de gezeten klassen. Ja. Mijn god, daar komen die arbeiders in opstand. Dit is precies wat men vanaf 1848 waar men bang voor was. Ja. En het wordt werkelijkheid. En aan de andere kant zijn er in 1871 in de hele wereld groepjes socialisten die hier op hebben zitten wachten. Dus je ziet al in een Haags blaadje uit april 1871 een prachtig artikel gevonden over het bloedvergieten op de barricade en hoe daar schone maagden door de klassevijand worden vermoord en de rode vlag nog beschermen met hun laatste snik. Terwijl dat op dat moment nog helemaal niet aan de hand is. Ja. Die afrekening moet dan nog komen. Ja, maar in Den Haag zijn al socialisten aan het schrijven hoe dat eruit gaat zien. En ik geloof dat een Amerikaanse krant ergens staat. Dit is de internationale strijd, dat kun je zien. Want er deed ook een Indiaan mee. Nee, dat was een katholiek. Dat was de tijd. In Brabant. Ja, nee, die schreef dat onder de arrestanten. Daar zitten dus allerlei. Er zitten buitenlanders. Hè, dat is een van de aspecten. Polen, Italianen. Vanuit de hele wereld wonen mensen in Parijs. Dus die vechten voor een deel ook mee. Maar de tijd die maakt het helemaal bont. Want die ontdekt onder de arrestanten een heuse Indiaan. Want dan wordt het als internationaal complot neergezet. Terwijl in Amerikaanse kranten wordt gezegd, ja, die communiaars van Parijs die zijn misschien nog wel gevaarlijker als de roodhuiden die we hier zelf nog aan het bevechten zijn. Ja, goed. Nou, die mythevorming, iemand die daar zeker aan bijgedragen heeft, waar we toch even bij stil moeten zijn, is Karl Marx geweest. Ja. En het frappante daarbij is dat achteraf bezien lijkt het alsof Marx een grote rol gespeeld heeft, denkt iedereen, en direct klaar stond. Ja. Maar hij was muisstil, hè? Vriend en vijand is vanaf die zomer van 1871 ervan overtuigd dat Marx het grote genie van de commune is. Dus socialisten en communisten die blazen dat enorm op. Hè. Marx was de man die de commune de weg wees, voortdurend raad gaf en wijze brieven stuurde. De vijand, de tegenstanders van de commune, die wijzen Marx aan als de grote Joodse samensweerder op de achtergrond. Kwade genius. Ja. De kwade genius, de Joodse kwade genius. Terwijl hij daar niets van moest hebben eigenlijk en helemaal zijn mond hield. Hij heeft een hele rare rol gespeeld. Er zijn twee brieven van hem naar Parijs gestuurd met wijze raad. Die wijze raad komt er op neer. Hij zegt dat letterlijk, pas goed op. Ja. Dat is zo'n beetje wat hij zegt. Ja. Maar hij heeft inderdaad tijdens de commune niets gezegd. Maar het mooie is, op het moment dat de commune definitief verslagen is, in bloed is gesmoord, dan heeft Marx een boek af over de commune. En daarin neemt hij het op voor het goed recht van de communiaars en verdedigt hij ze. En beschrijft hij ze als de voorhoede van de wereldrechten. Ja, er wordt zelfs een soort generale repetitie van de dictatuur van het proletariat. Ja, maar jij schrijft tegelijkertijd dat hij kwam pas in actie toen hij zeker wist dat het verloren was. Want daarvoor waren hij er zijn vingers niet aan branden. Hij heeft bij het begin de opdracht aanvaard van de internationale om dat pamflet te schrijven. En dat heeft hij week in week uitgesteld. Hij was een beetje ziek, hij moest de stad uit. En was veel meer werk dan hij had gedacht. Je ziet hem die smoesen elke week brengen. En uiteindelijk, als het dan afgelopen is, dan is het opeens af. Ja, en dat boek heet dan De Burgeroorlog in Frankrijk. En dat is de klassieke tekst. Dat is het fundament van de latere mythevorming. Ja, terwijl hij dan later zelf nog schrijft aan Domela Nieuwenhuis, kwam ik ook in jouw boek tegen van bij de 10-jarige herdenking schrijft hij dat. Zegt hij, die commune was maar een uit de hand gelopen stadsopstand. En de meeste opstandelingen waren helemaal geen socialisten. Daar heeft Domela dus niets mee nog steeds niets van hebben. Even voor de helderheid. Het lijkt er natuurlijk wel op, maar daar ben ik wel benieuwd naar, Dennis, dat Marx wat dit betreft, die constatering betreft, waarschijnlijk gewoon gelijk heeft. Ik ben bang dat Marx beter wist dan hij in het openbaar toegaf. Ja. Maar goed, hij heeft dus bewust een soort sprookje verteld in die brochure. Ja. En dat is de kracht van die brochure, want het was een sprookje waar men op had zitten wachten. Dit is de oermythe voor die elke beweging nodig heeft. Er zijn martelaren. En de scheiding is helder. Die barricade, dat is natuurlijk mooi gezegd, de barricade heeft maar twee kanten. Je staat aan de ene kant of aan de andere kant. En dit is wat die commune laat zien. Je bent socialist of je bent de vijand. En dat laat deze gebeurtenis met al zijn bloed en tragiek heel goed zien. Ja. Daarom zo'n geschikte oorsprongsmythe. En voor Marx dat het in bloed gesmoord was, was eigenlijk een geschenk uit de hemel. Dat was prachtig, want daar hebben die socialisten ook, die kunnen er niet over uit. Jaar in jaar uit bij de herdenkingen wordt met de getallen gegoocheld. Hè.
20.000, 30.000, 40.000. Nou, dat wordt bij opbod verhoogd. Ja, in 1971 heeft onze eigen VPRO, ik heb een documentaire af zitten kijken, heeft het nog over 30.000. 30.000, dus, ja. Maar dit zijn gewoon, zoals de katholieke kerk ooit de bloedmartelaren had. Dit zijn de bloedmartelaren van het communisme. Ja, en het ik heb die titel Bloed en Barricade ook niet voor niks gekozen. Dit is een martelaarschap dat heel bewust wordt gevierd en herdacht. Ja, en het is niet alleen door Marx in de wereld geholpen. Wat natuurlijk ook mee heeft geholpen is dat na dat bloedig neerslaan die opstandelingen de hele wereld overvluchten en daar met hun verhalen worden opgevangen bij geestverwanten. En daar verschijnen overal ter wereld weer brochures. En boeken. En dat is een geweldig productieve vluchtelingengemeenschap. Het zijn echt heel begaafde auteurs. Ik heb echt meters prachtige boeken van ze kunnen lezen. Want ze hebben allemaal hun herinneringen geschreven. Ook weer met veel tragiek en schitterende details. En ze verspreiden hun eigen verhaal inderdaad in die ballingsoorden. Dus in Zwitserland, in Brussel, in Londen. Ze trekken de oceaan over. Dus in New York, Chicago, San Francisco. Overal vind je dat verhaal. Paraguay. En dat maakt dus dat die mythe van begin af aan internationaal en heel eenvormig is. Ja. En die solidariteit was dus ook wereldwijd, ook in Nederland. Ja. En er ontstaan ook een soort socialistische heiligen dan. Een mooi voorbeeld wat jij geeft van het herdenken is socialistisch voorman Domela Nieuwenhuis. En die dweept bijvoorbeeld nogal met Louise Michel. Hè? Ja. In jouw boek las ik dat Domela daarover heeft gezegd. Zij was gesneden uit het hout waar de katholieke kerk heiligen uitmaakt. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Die vrouw die was echt... Nou ja, Teun de Vries heeft nog een prachtig hoorspel over haar geschreven voor de VARA in 1971. Die vrouw was heel erg bijzonder. Ze werd anarchiste, ze werd verbannen na de commune. Komt 10 jaar later uit Nieuw-Caledonië terug in Parijs. Begint meteen weer allerlei opstanden te organiseren. Gaat weer de gevangenis in. Maar wordt ook als anarchistische woordvoerster wordt ze aangevallen. Ze overleeft 2 moordaanslagen. En het mooiste voorbeeld is dat ze op een gegeven moment tijdens een vergadering door een katholiek met 2 kogels wordt geveld. En zo gewond als ze is, weerhoudt ze dan haar anarchistische vrienden ervan om die man te lynchen. En ze zegt nee, die... Hè? En ze zorgt ook... Zij wist hoe het moest, zij wist hoe het hoorde. En dan vertelt Domela daarbij, die man die overleed later aan de TBC... en toen heeft hij zijn dochtertje toevertrouwd aan de zorg van de anarchistische beweging. Er is bijna iets voor een kaarsje op te gaan steken nu en ga zo maar door. Precies. Een heel belangrijk aspect daarvan is, wat Domela aangeeft... Louise Michel was in zijn woorden een niet-seksueel wezen. Je kon niet goed zien of ze een man of een vrouw was. Ze had geen relaties. En dat was voor hem een aspect van haar heiligheid. Ja. Het man en vrouw zijn verenigd. Dat Puriteinse zat er bij die socialisten ook erg in. Dit is gewoon maar niet zomaar als vrouw heilig. Maar Nelleke, dit is toch het voorbeeld. Dat kan ook niet, wij lekken altijd. Nou jongens, laten we maar verder gaan. We zijn niet zuiver. Dat komt onze borst of onze vagina. We lekken altijd. Dus we kunnen nooit echt precies schoon zijn. Rein. En daar hebben die socialisten wel een klap van meegekregen, van dit puriteinisme. Maar niet alleen maar. Nee, precies. Want het beeld wat de tegenstanders van die commune schetsen over de rol van vrouwen in die commune, heel anders. Hè? Die tegenstanders van de commune, die willen die commune graag als een soort losbandige bende met vrije huwelijken en dat soort dingen afschilderen. En waarin vrouwen, dat is de grote aanklacht, vrouwen een rol spelen die vrouwen niet toekomt. Dus de kerken worden door de commune omgebouwd tot vergaderzaal. En vanaf het spreekgestoelte gaan notabene vrouwen het woord voeren over vrouwenkwesties. Het nut van echtscheiding. Dat soort zaken. Dus en voor tegenstanders, in Frankrijk natuurlijk vooral katholieken, is dat een teken dat deze vrouwen in hun publieke rol niet anders kunnen zijn dan publieke vrouwen. Dus de vrouwen van de commune zijn stuk voor stuk prostituees in de ogen van tegenstanders. En zo wordt de verhalen dat prostituees meevechten en dus de soldaten van de tegenstanders verleiden. En dan, precies. Prachtige verhalen bij de inname van Parijs. Officieren die door een volksvrouw een sigaar aangeboden krijgen en die blijkt dan gedoopt te zijn in gruwelijke zuren. Andere soldaten die door vrouwen worden aangeboden.
klampt en dat een vriendin dan van achteren een emmer petroleum over ze heen gooit en er een lucifer bij houdt. Dus die vrouwen zijn echt het toonbeeld van wat er slecht en fout is aan die commune in de ogen van de bouwers van de zwarte mythe. Van de ja, want je hebt ook een heel hoofdstuk erotiek in de commune opgenomen. Die tegenstanders die zijn dan wel tegen, maar ze zijn ook gefascineerd door die vrouwen. Dat is natuurlijk altijd heel dubbel. Als je zegt dat die commune, dat die vrouwen van de commune, dat stuk voor stuk prostituees zijn, dan zeg je daarmee in feite ook dat daar ook een soort verlokking van uitgaat. En daar hebben die Puriteinse socialisten ook mee om moeten gaan. Die hebben heel veel van de verwijten van tegenstanders hebben ze omgedraaid. Het doodschieten van generaals hebben ze uiteindelijk, daar zijn ze uiteindelijk wel trots op geworden. Ja, wij hebben die twee generaals doodgeschoten. Mm-hmm. En dat hoor je ook te doen met generaals. Maar deze beschuldiging van dat de vrouwen van de commune allemaal prostituees zouden zijn, daar heeft de beweging heel moeizaam op gereageerd. Die hebben aanvankelijk alles ontkend. En pas heel laat, pas na de seksuele revolutie in de 20e eeuw, zie je dat sommige socialisten en anarchisten zeggen, nou inderdaad, er heerste een andere seksuele moraal in de commune. Dat had te maken ook met de bevrijding van seksualiteit en van de vrouw. Ja, want hoe zat het nou werkelijk in de commune? Ja, jij wil weten hoe het echt was. Ja, precies. Weet je, Paul, daar gaat zijn boek niet over. Nee, heb je dat nog niet door? Nee, maar ik krijg de indruk uit zijn boek, laat ik het zo zeggen, dat er wel werd gepraat over zaken als vrije huwelijk en dat soort dingen. In die tijd toch ook al? Ja, ook door die vrouwen. En het bijzondere van Parijs is natuurlijk dat die arbeidersbevolking daar, die had gewoon geen geld om te trouwen. Dus al die kinderen van die communiaars waren ook buitenechtelijk geboren. En al die vrouwen woonden ook ongehuwd samen met hun vriend of man. Dus daar zit wel degelijk iets van een historische werkelijkheid. Maar het heeft ook alles te maken met het imago van Parijs zelf. En als de wereld kijkt naar wat er in Parijs gebeurt, dan heeft iedereen daar meteen het frivole Parijs van het Tweede Keizerrijk in gedachten. Ja, want er zitten ook omschrijvingen in, met name uit brochures van tegenstanders, alsof er in kerken tafelen plaatsvonden die wij associëren met de Moulin Rouge, maar niet met de kerk. Nou, zeker. Bacchanalen en orgieën. Ja. En dat zie je bij tegenstanders, daar zie je ook die fascinatie. Die vrouwen van de commune worden beschreven met een prachtig oog voor detail. Dus ze hebben allemaal hoog gelakt lederen laarzen aan. En hun blouse die hangt geweldig wijd open. En in hun riem steken wel 3 pistolen. Mannelijke fantasie. Zoveel tinten grijs of zo. Ja, het is ook heel sterk inderdaad sadomasochistisch getint. Dus die vrouwen die lopen met een zweep rond en die slaan om zich heen. En nou ja, wat wil je als katholieke brochurelezer nog meer? Ja, dus dat was gewilde literatuur in die tijd. Ja, want het was ook heel populair. Je ziet het ook overlopen naar verschillende genres. Ik heb een prachtige keukenmeidenroman in 4 delen, De Hyena's van de Commune, gevonden. Oorspronkelijk Duits, maar ook in het Nederlands vertaald, al in 1872. Dat is gewoon sadomasochistische porno voor een groot lezerspubliek. En dat speelt allemaal in dat Parijs van de commune. En tegelijkertijd blijft, sinds die tijd voor al de verschillende socialistische bewegingen, alle afsplitsingen van Willem Drees tot Pol Pot, blijft die commune een soort eikpunt en een soort heel belangrijke herdenkmoment. Hoe is dat dan mogelijk? Nou, ja, omdat het die rol heel uitstekend vervulde. Omdat iedereen zich daarmee kon identificeren. Omdat er ook veel buitenlanders bij betrokken waren. Maar ook omdat het iets is wat al heel snel stolt tot een traditie. Het wordt jaarlijks herdacht. Dat hoor je als socialisten doen. Elke socialistische krant heeft op 18 maart een speciaal herdenkingsnummer. Decennia lang. Dus daar kun je je niet aan onttrekken. En daar groei je, ook als je Willem Drees heet, groei je daarin op. Ja. En als je als Pol Pot, als jonge student van Cambodja naar Parijs verhuist en je komt daar in communistische kring, ja, dan loop je op 28 mei mee in de dodenherdenking voor de commune. Ja, 28 mei is het einde van de commune, 18 maart het begin. Nou, aanstaande dinsdag wordt het in Nederland dus niet groots gedacht. Elders in de wereld nog wel op allerlei plekken. Ga jij nog iets speciaals doen dinsdag, Dennis? Ik ga het boek aanbieden aan Joke Caviar, een activiste en publiciste die vorig jaar door de Nederlandse rechter veroordeeld is om 4 teksten die ze heeft geschreven over het asielbeleid. Veroordeeld tot 4 maanden cel. Het hoge beroep dient nog. En zij maakt in haar tekst veel gebruik van het vuur als socialistisch symbool. Precies zoals de commune dat deed. Want Parijs fikte ook tot de grond toe af.
Dus ik ga aan deze Petroleuze van 2014 het eerste boek overhandigen. Ja. Zie je in haar ook een soort erfgenaam van de... Ja, dat, van die commune? Nou, en is in alle opzichten Louise Michel? Niet in alle opzichten. Okay. Gelukkig niet. Nee. Want als je nou, dat slot heel kort... want iedereen noemt zich erfgenaam van die commune binnen socialistische stromingen. Ja. Welke komt er nou het dichtst bij, denk je? Het is natuurlijk de grondslag voor de anarchistische, de echt socialistische anarchistische beweging. Goed, Dennis Bos, hartelijk dank. Het boek heet Bloed en Barricade, is uitgegeven bij de Wereldbibliotheek en wordt dus aanstaande dinsdag feestelijk gepresenteerd en uitgereikt aan mevrouw Caviar.